Niet te stoppen, niet af te remmen. Fietsen, klimmen, springen of baantjes zwemmen. Na sporten nog huiswerk maken. Golfen, schaatsen, basketbal of schaken. Het is niet wat er ieder is gewend. Elke dag bezig als topsporttalent. Kleine even schieten, show de boel met of fan. Elke dag bezig als topsporttalent. In Topsporttalent volgen we 10 talenten één dag tijdens hun drukke leven. Hoe ziet een dag voor hun eruit? Waar komt hun passie vandaan en hoe leven ze toe naar een leven als topsporter? Vandaag zien we zwemtalent Marije Oosterhuis. En golftalent Sven Maurits. Het is nog vroeg in de ochtend als Marije samen met haar moeder aan het ontbijten is. Kan je vertellen waarom je zo vroeg uit bed bent? Ik moet om 5:45 in het zwembad liggen om te trainen voor zwemmen. En hoe ziet je planning er verder vandaag uit? Ik moet nog naar school tot 4:15, van 8:00 tot 4:15. En ik moet daarna na schooltijd moet ik naar de krachttraining. Moet ik die nu nemen? Twee jaar geleden had ik een tumor in mijn been, waardoor zeg maar de bloedvaten weg zijn gehaald of geraakt. En daardoor moet ik nu die medicijn nemen, zeg maar, zodat het goed blijft stromen. Zo. Sven werkt 3 dagen in de week in het golfhuis in Uffelte, waar hij golfclubs op maat maakt en repareert. Is het voor jezelf nou belangrijk om te weten hoe het allemaal in elkaar zit en hoe het werkt? Nou, het is zeker belangrijk, want als je later op de tour zit, waar ik zeg maar naartoe wil, dan staan er meestal bussen klaar met allemaal apparatuur erin en mensen die het voor je klaar willen maken. Maar het is voor jezelf wel handig dat je weet wat je waar je mee speelt en hoe je het een beetje kan veranderen. Je zet je eigen materiaal ook zelf in elkaar? Ja, omdat ik hier werk kan ik natuurlijk snel even iets veranderen aan de clubs en wanneer ik maar wil. Normaal moet je er altijd speciaal voor ergens naartoe. Zo. Even recht zetten nog. Zo. Pakken we een hele goede eruit. En die moeten we nou op maat gaan snijden. Hier is die dun en flexibel, daar is die dik en stijf. Dus hoe meer je hiervan afhaalt, hoe strakker die wordt. En hoe meer je hiervan afhaalt, hoe slapper die wordt. Daar moet 2 inches vanaf. Dat is een houten 5. Als hij zo meteen dus echt op de golf gaat golven, dan moet hij precies kunnen uitleggen. Hij kan zijn clubs hier zelf maken, maar als hij in het buitenland is en dan gaat hij kapot. Hij moet precies weten wat er aan de hand is in zijn materiaal. Het is gewoon ontzettend belangrijk dat hij zijn materiaal kent. En het is natuurlijk makkelijk voor mij dat ik een goede hulp heb. Ik ben hier begonnen op Havelte. Het was meer omdat mijn broer begonnen is. Die had dus een keer een clinic met school gehad. En mijn broer is 10 jaar ouder. En die zei van ja, dat is hartstikke mooi. En hij wist, ik ben altijd gek op de bal geweest. Dat was het eerste woordje wat ik zei toen ik klein was, bal. Geen mama of papa. En ze zei, je moet een keer meegaan. Ik zei van, ik weet niet of ik dat wel leuk vind. Dus toen ben ik meegegaan en het was echt, ik vond het meteen fantastisch. Die snottaat was als kind was hij al de beste. En dat is niet leuk voor mannen. Hij is wel lid bij ons in de club, maar hij staat er zo ver boven. Er zijn wereldwijd natuurlijk duizenden mannen, jongens, die dit proberen. En het is niet makkelijk. Dus ik heb respect voor iemand die er zoveel tijd en moeite in steekt. Voor iets wat helemaal geen gegarandeerde positie is zometeen. Als moeder en dochter allebei klaar zijn voor vertrek, gaan ze samen richting Groningen voor de training. Marije is niet de enige die al vroeg in het water ligt. Het hele bad ligt vol. Baby, I like it. Come on and give me some.
Hoe is het nou om zo vroeg al in het zwembad te liggen? Eigenlijk wel heel erg lekker. Hoe komt het dat je dat zo lekker vindt zo vroeg? Ik weet niet, het water is lekker warm en het gaat lekker, dus ik vind het lekker. In Uffelte brengt Sven zijn geprepareerde club naar de winkel. Je komt de dagen wel een beetje door zo? Ik kom de dagen wel door. Maar ik doe dit natuurlijk niet de hele dag. Dit is gebruikelijk, zeg maar, 3 keer in de week, 4 uurtjes. Daarna ga ik meestal trainen op de golfbaan. Maar in het seizoen is het natuurlijk hartstikke druk. Dus dan vraagt Jan of ik af en toe eens een uurtje langer kan. Ik word prof, dus ik stop er ook mee vanaf januari, zeg maar. Dus dan neem ik hier afscheid. Maar wel hartstikke leuk gehad, hoor. Echt een hele gezellige tijd ook met Jan. Veel geleerd. En kijk er wel heel leuk op terug. We waren mooi om elkaar ingespeeld in de werkplaats en zo. Ja, dan heb je niet altijd zin om weer overnieuw te beginnen met iemand anders. Ja, je moet niet vergeten, hij heeft een hele hoop dingen op moeten geven. En hij is nog wel jong, maar hij heeft echt een hele hoop dingen op moeten geven hiervoor. 'S Avonds vroeg naar bed gaan, niet altijd uitgaan, niet zwaar alcoholist worden en zo. Ja, dus je moet er wat voor opgeven en het is nooit gegarandeerd dat hij terugbetaalt. Dus, maar ik klinkt een beetje vervelend, maar ik hoop hem hier nooit meer te zien. Maar ik zal hem wel missen, ja. Wat ga je met de putten doen? Ik ga even mee oefenen. Zoals je misschien wel kunt zien, hebben we buiten een kunstgras hierin. Dus het is zeker nu in deze tijd met dit weer is het bijna nog de enige mogelijkheid om te putten. Omdat natuurlijk op de rest van de banen ligt er allemaal sneeuw en is het bevroren. Dus ik ga mooi eventjes nog een beetje oefenen hier. Veel 75 meters, 50 meters, 80% zwemmen ongeveer, af en toe wat snelle stukjes tussendoor op 100%. Dus dat is wel een aardig pittige training van Marij. Marij is veel gewend en heeft de afgelopen 2 weken vakantie gehad. En vandaag eigenlijk haar eerste, tweede training weer en dat komt helemaal goed, ze heeft heel veel ervaring. Dus, Marij is echt een zwemster die gewoon echt uithoudingsvermogen heeft. Zoals voordat ze ziek werd, heeft ze op een hoog niveau geswommen bij de Nederlandse juniorenkampioenschappen. Ze is ziek geworden. Ze zwemt gewoon eigenlijk feitelijk met 1 been. En dat heeft best wel impact. En zwemmen heeft allemaal te maken met ligging, met sturing, stroomleiding. Als ze korte baan zwemt, dan maak je gewoon relatief veel keerpunten. En als zij gewoon heel vaak keerpunten moet maken, ze kan elke keer maar afzetten met 1 been. Dus ze verliest daar elke keer tempo en snelheid. Dat is gewoon een enorm nadeel voor haar. Rijden? Ik ben nog iets meer voor je schouder in te steken, ja? Recht naar voren, voor je schouder in te steken, ja? Ze kan heel ver komen. Het doel is Paralympische Spelen in 2012 in Londen. Zo'n 2 afstanden zit ze gewoon heel dicht bij het limiet. En daar zijn we gewoon heel druk mee bezig om dat te halen. En dat is gewoon het doel, 2012. Sven werkt alleen in de ochtend, zodat hij 's middags kan trainen in Havelte.
Zijn vader staat daar op hem te wachten met zijn golfspullen. Hoi ouwe. Hoi jongen. Alles goed? Heb je geen kleedkamer hier, Sven? Moet je je altijd buiten omkleden? Nou, er is wel een kleedkamer, maar ik heb geen geduld om eerst alles mee te nemen in de kleedkamer. Zoals jullie net hebben kunnen zien, heb ik geput in het golfhuis. Omdat je dat hier niet meer kan doen, omdat alles onder het sneeuw ligt. Maar er is nog wel de driving range, zeg maar de oefenbaan. Dus die is nog wel open en daar kunnen we nog mooi wat ballen slaan. En die worden dan s'avonds weer door iemand opgehaald. Dus zo kunnen mensen nog altijd blijven oefenen. Dus dat ga ik zo meteen doen. Nou, we gaan aan de slag. Right. Ging niet meer rijden? Ja, goed. Ja, ging lekker. Ja. Wat is nu je planning? Nu gaan we omkleden en dan ga ik naar school tot 4:15. Het is nog steeds donker als Marije en haar moeder het zwembad verlaten. Ze gaan weer terug naar Delfzijl, waar het eerste lesuur 8:15 begint. Ik kan niet zo snel lopen, want anders val ik. Marije en haar vriendin Rensie wacht haar op. Weten ze hier op school dat jij hoog niveau zwemt? Ja. En houden ze er ook rekening mee? Ja, elke vrijdag mag ik vrij om dan te trainen namens voor de Zeist. En verder? Als ik wedstrijden heb, doen ze niet moeilijk of zo. Dan zeggen ze gewoon, ja, heb een wedstrijd en succes en zo. Laat me het weten als je klaar bent. En nou is de eerste les, eerste uur heb je. Je hebt al een paar uurtjes gezwommen. Ja. Hoe voel je nu? Nou, nu voel ik me wel een beetje moe, maar het gaat op zich wel lekker. In verband met de sneeuw is de golfbaan gesloten. Sven gaat daarom naar de driving range om wat slagen te trainen. Ik begin altijd met de warming up. Dus gewoon eventjes warm worden, spieren losmaken. En dan gewoon rustig beginnen, zeg maar. Niet meteen te ver of te hard willen slaan. Gewoon rustig en steeds wat verder, zeg maar een beetje opbouwend. En dan verder gaan. Heb je nog een bepaald doel voor zo'n training? Ja, kijk, normaal als je wedstrijden speelt, dan heb je altijd achteraf iets wat minder ging en dingen die beter gaan. En die dingen die minder gaan, dan kan je dan daarna zeg maar een beetje op trainen. Alleen nu heb je natuurlijk geen wedstrijden, dus dan moet je gewoon bepaalde dingen moet je voor jezelf zeggen van nou, nu ga ik hierop trainen. En dan gewoon daaraan gaan werken. Dus het is heel moeilijk om iets aan te werken wat je eigenlijk niet weet omdat je de geen wedstrijden speelt. Ik zie mijn coach zeg maar één keer in de twee weken. Ik spreek elkaar vaker natuurlijk. Maar één keer in de twee weken dan zien we elkaar ook. En dan zijn er bijvoorbeeld weer iets nieuws. En dan kan je daar weer een tijdje mee verder om mee bezig te gaan. Om aan te werken. Hoe is het voor jou als vader om hier zo naar te kijken? Ja, dat is heerlijk. Even kijken. Sven speelt natuurlijk al vanaf zijn 9e. Dus... We hebben alle vorderingen gezien zo in de loop van de jaren. En dan is het gewoon leuk als je ziet dat het steeds beter wordt. En je weet dat het vele jaren training kost. Maar het is ook leuk als je ziet dat het er nu ook uitkomt. En die tijd is nu aangebroken dat hij gewoon zo ver is dat hij als professional zeg maar zijn geld zou kunnen verdienen. En hoe snel dat gaat en hoe goed hij doorstoot, dat ligt aan hem natuurlijk. Kijk, hij begint in januari in Turkije, hè, in februari in Marokko.
En dan gaat het in Duitsland gaan ze verder. Ondertussen is Marije toe aan haar les Engels van mevrouw Wiersema. Sorry mevrouw, ik kon het niet laten. Marije doet het eigenlijk heel erg goed. Zij heeft vorig jaar heel veel wedstrijden gedaan aan het eind van klas 3. Daardoor heeft ze een uitgesteld overgang heeft ze gehad. Want zij heeft heel veel proefwerken gemist aan het eind van klas 3. En dat heeft ze allemaal begin dit jaar ingehaald. En daarnaast nog haar andere werk. En dat heeft ze allemaal heel goed afgerond. Dus ze staat er heel goed voor. We zijn heel trots op haar. Sven kan het toch niet laten en slaat stiekem een paar ballen op de gesloten hole 10. Kijk, als je ermee begint op een gegeven moment, dan raak je er een beetje verslaafd aan. En ik doe het nu al 15 jaar ongeveer. En ik weet eigenlijk niet precies wat het nou is, wat het nou zo mooi maakt. Maar het is gewoon echt gewoon alles wat erbij hoort, wat erbij komt kijken. Ja, je moet natuurlijk gewoon helemaal gek zijn van het balletje, dat sowieso. Nou, ik heb natuurlijk hier in Nederland heb ik 2 keer het KLM Open gespeeld. Dat is een European Tour wedstrijd. En daar hebben ze een aantal wildcards voor, zeg maar, voor de beste 3 of 4 amateurs in Nederland. Nou, die heb ik 2 keer mogen spelen. En dan speel je dus echt met jongens die daar geregeld op de European Tour spelen. Dan merk je gewoon dat je echt daar wil zijn. Zeg maar. Dat is waar je het voor doet. Dat is gewoon hartstikke mooi om mee te maken natuurlijk. Na een lange schooldag is het voor Marije tijd om naar de fysio te gaan voor de krachttraining. En hoeveel energie heb je nu nog? Je hebt een lange dag gehad. Nou, volgens mij best nog wel veel. Want normaal heb ik niet zo heel veel meer en dan zit ik echt een beetje. Maar volgens mij heb ik nu al heel veel. Zorg jouw handicap ook voor problemen in het dagelijks leven? Ja, met lopen, fietsen, eigenlijk alles. En in welk opzicht heb je er dan last van? Nou ja, met lopen heb ik normaal al heel erg last van mijn knie. Maar daar heb ik nu een brace voor gekregen, waardoor ik makkelijker loop. Hoe zie je de toekomst naar voor je? Ik zie sowieso Londen 2012 voor me. En ja, daarna gewoon nog heel veel verder zwemmen. En ik wil later wel iets met kinderen doen. En ja, ik weet niet of ik dat kan combineren. Heel graag.